Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag. Ik zit even in bed. Het is vrijdagmiddag en ik heb een lange dag erop zitten. En over een half uur komen de schoonmakers. En als die komen ga ik ook altijd zelf het huis opruimen. En dan daarna ga ik Olivia halen om 5 uur. Dus dat is vandaag. En ik heb net zo'n leuk pakketje binnengekregen van kinderkleding. Tenminste, een order die ik zelf gewoon besteld heb en gekocht heb. Van een merkje uit Kopenhagen. Dat heet Marmar. Dat is echt zo'n leuk kindermerk. Ik zal het even snel laten zien. Ten eerste zijn het echt super zachte stofjes. Want dat wist ik natuurlijk niet. Ik had het bij een meisje Nina uit Amsterdam gezien die ook een kindje heeft. Het zijn allemaal sets. Het is echt zo lekker zacht. Dus dit broekje. Met deze romper. Dit is één set. Deze vind ik echt super leuk. Een panterprint set. Ik ben benieuwd wat Sander hiervan vindt. Kijk, dit is de broek. En dan is dit de romper die erbij hoort. Panterprint romper. En dan heb ik hier gewoon nog een... even kijken. Nog een normale romper. Ook in panter. En een zwarte romper. Dat heb ik nooit gehad. Best wel handig. Ook voor al die vlekken. Deze. En dan heb ik nog deze set. Ook een lekkere zachte legging. Met een lekkere zachte romper. Met korte mouwtjes. Leuk hè. Aan het facetimen met Sander. En Bibi. Bibi. Waar ben je? Hoi Bibi. Hoi papa Sander. Wat? Hoi papa Sander. Dat vind je zeker grappig. Heel grappig. Heel grappig. Oké. Oh, hey guys, het is alweer even later. Het is 11 uur en mijn oude vertrouwde Genius lelijke trui is uit de was. Dus dan ben ik altijd super blij. En ik ga even mijn make-up eraf halen. En dan ga ik zo ook lekker naar bed. Olivia die is om 8:30 lekker naar bed gegaan. En ik ga Netflix kijken. Ik heb dus een vraag. Ik kijk nu Girlboss. En ik vind het super leuk. Alleen ik vind het wel, ben nu bij episode 8 of 9, steeds minder leuk worden. Hebben jullie dat ook? Of moet ik daar weer even doorheen? Ik ben dan als iemand die dan stopt met kijken. Maar I don't know. Verder wilde ik nog even melden dat ik sinds een week nu, ik heb het elke nacht gebruikt, dit product van Sisley gebruik. Even kijken. Dit product gebruik van Sisley. En die heet Black Rose Precious Anti-Aging Oil. En ik ben er echt super blij mee. Dus dat wilde ik even kwijt. Want ik gebruikte hiervoor een moisturizer van Paula's Choice. Die ook niet slecht was. Maar ik had niet het gevoel dat ik er nou echt een mooie huid van kreeg. En dat heb ik hiervan dus wel. Dus dat. Dus ik ga even mijn gezicht wassen en me insmeren. En dan ga ik lekker slapen. En dan zie ik jullie morgenochtend weer. Goedemorgen. Het is vandaag zonnig. En ik ben het huis aan het opruimen. Mijn kast is eindelijk opgeruimd. Alleen nu heb ik nog echt zoveel was te doen. En Olivia heeft even haar nieuwe pakjes aan. En we zijn Boomba aan het kijken. Ja, ja. Moet ik iets anders opzetten? Nee, toch? En zometeen gaan Olivia en ik lunchen met de moeder van Bibi. Dus dat is wel gezellig. Ik ben echt heel wit in het licht. Maar in het echt valt het wel mee. En vandaag is het zondag. Dus de vlog is online gekomen van afgelopen week. En dat is ook de vlog waar Bibi en Sander in Hongkong zijn. En ik krijg zoveel leuke reacties. Echt super leuk om te lezen allemaal. Dat jullie het zo leuk vinden dat zij hun reis gevlogd hebben. Dus ja, dat wilde ik nog even zeggen. Dat heel leuk is. Ik heb Olivia nu voor het eerst zo gedaan aan de voorkant. Maar ik vind er niks aan. Maar zij denk ik wel. Want zij kan nu alles zien. Dus ik laat haar denk even erin. Ik ben weer thuis. Na het lunchen. Het zal weer wat later. En Olivia heeft echt een slechte bui vandaag. Volgens mij is ze weer pijn aan haar tandjes. Maar ze is echt niet vrolijk. Vandaag de dag. Dus ja. En ik ben echt super, 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 super moe. En ik weet niet precies waarom en waarvan. Misschien omdat ik nu dus 8 dagen alweer alleen ben met Olivia. Nou,
Oh, sneeuwtje. Dus ik ga lekker eten bestellen vanavond. Want het is de laatste dag dat ik alleen ben. Mijn eten has arrived. Lekker frietjes en een hamburger. En ik heb wat frietjes geproefd. Ze zijn echt super, super lekker. Het is van Walter's Wood Bar of zoiets. Dus ja, ik ben benieuwd naar de hamburger. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag alweer. Ja. Zaterdag alweer. Ja. En wij rijden Hong Kong uit. Ja. Het zit er weer op, tenminste. Bijna. In deze stad. En ja. We gaan nu naar Shenzhen. En waar ligt dat? In China. Mainland China. Ja. Spannend, we gaan de grens over. Dat vindt deze man heel spannend. Nou ja, weet je wel, als je een grensje overgaat, altijd spannend. En zeker China in, want China is natuurlijk niet het allermakkelijkste land om in te komen als toerist. Maar als je in Hongkong bent en je wilt een dagtripje naar Shenzhen maken, dan heb je... een visa nodig. Ja. Een dagvisa. Een dagvisa, klopt. En dat is dus niet iets dat je in Nederland hoeft te regelen, maar dat kan je hier ter plekke aan de grens even fixen. Dus dat gaan we zo doen. Doei! We luisteren nu alweer een uurtje naar muziek. Classic popmuziek. Maar vinden we best leuk, toch? Ja. Jawel. We staan voor de grens met China. Ja. Shenzhen ligt precies achter wat je nu ziet. Ik weet niet of het een beetje te zien is. Ja, een beetje. Maar we staan hier gewoon voor een klassieke grensovergang. Ja. Vind je het spannend? Ja, een beetje. Ik ook wel. Dat is toch bizar? Gewoon, we rijden China binnen. En we horen gewoon een Nederlands liedje op de radio. Nou, we zijn de grens over. Ja. Duur wel eventjes. Duurde echt. Een half uur of zo? Ja, een half uurtje. Maar in principe ging het best wel relaxed. Ik heb alleen heel veel stempels in mijn paspoort. Dus de Chinese overheid, die wou heel even dubbel checken of ik waarschijnlijk niet een CIA-spion was ofzo. Dus dat duurde even. Hey allemaal, vanuit Shenzhen, daar zijn we nu. Gisteren aangekomen, ik had gisteren de show. Ik laat wel even wat beelden zien, dat was echt super leuk. En hier hebben we de Beepster. Hallo. Volgens mij is de Beepster aan het facetimen met iemand. Hi. Hey. Hi. Hoe is het, Olivia? Hallo. Oh, lekker. Ben je lekker aan het eten? Oh, zo schattig. Ja. Dus de twee zusjes zijn lekker aan het kletsen. Wij zitten in een hotelkamer naast het bijna grootste gebouw van Zuidoost-Azië. Dit is zo hoog. Het gaat helemaal nergens over. Wel cool. We gaan zo meteen de stad even in. Laten we jullie heel eventjes een stukje China zien. Deze stad die bestond 30 jaar geleden nog niet, toch? Toch ruim 20. Of 40 jaar geleden. En er wonen nu 20 miljoen mensen. Hier is het ontbijt. Papa die heeft een club sandwich en we hebben wat, hoe heet dat nou? Sinaasappelsap? Hoe heet dat nou? Hoe kan ik er, oh ja, ik denk het wel. Maar en hier heb ik pancakes, het ziet er echt super schattig uit. Het lijkt net hartjes of zo. Het ziet er echt heel leuk uit. En wat koffie. We staan nu heel dichtbij vierde hoogste gebouw van de wereld. Ja. Dus echt het is zo hoog. We gaan er naartoe, we kijken of we erop kunnen, oké? Nee. Het is een business center. Ja, maakt het niet uit, dan doen we net of we dat business doen. Zeg je gewoon, we hebben een afspraak op de hoogste verdieping. Oh ja. We zijn in een soort van rare mall terechtgekomen. Ja, en ze kopen hier echt, ja, het is zo groot, ze kopen hier van alles. Als je frituurpannetjes zoekt nog. Maar je herkent dus helemaal niks. Dat is best wel gaaf eigenlijk. Wat is dit dan? Wat? Dit?
dat? Ik denk dat het een hoofdmassageapparaat is. Denk je niet? Ik denk het ook. Maar ze hebben hier sowieso, kijk, allemaal massagestoelen. Ze zijn helemaal obsessed hè, met massage. Ja, echt hè? Kijk, dit zijn echt serieuze massagestoelen. Maar kijk, Eindhoven! Wat? Eindhoven. Alright, cool. We zijn nu op de markt. En hier op de markt verkopen ze echt dingen die ik nog nooit gezien heb. Bijvoorbeeld deze. Super gaaf. Maar je hebt hier ook een fruit en die stinkt echt verschrikkelijk. Dat is echt ja, zelden vertoond. Dat is deze. Vind je deze stinken of niet? Ja. Best hè? Best raar. Het stinkt basically naar stront. Ja, het is hier best druk ook. Dus heb je ook wel dingen die wij gewoon hebben, toch? Ja, ik zag al bananen. Peer. Peren. Maar wij zijn dus op zoek naar snoep. Hè? Huh? Wij zijn op zoek naar snoep. Maar we zijn op zoek naar snoep. En in de supermarkt in China verkopen ze... Vissen. Ja, maar niet zomaar vissen. Maar basically... levende vissen. Hoe cool. Ja. En dan weet je in ieder geval wel dat ze vers zijn, ja toch? Ongelooflijk. Wij hebben lekker starters gehaald. Het is een soort van peach-achtig iets. Green tea zo. En er zit ook echt peach in, dus je hebt ook echt van die... Het is echt lekker, hè? Ja. Vind je? Ja. En we hebben net hebben we dit gehaald. Maar er is dus een trend hier in China en zo. Dan zie je al die mensen met een soort van... Ja, het ziet er zo uit. Ik heb er 3 gekocht, ook voor andere mensen. En ik heb deze. En die draai je dan zeg maar zo. Dan moet je dan op je vinger passen. Ziet er super leuk uit. Dus ik voel er heel goed in worden. Dus ja, dat hebben we gedaan. En zo meteen gaan we naar het hotel. Gehaald om naar het hotel te gaan. Onze reis zit alweer bijna op, Bibi. Ja, yeah, I know. Een week, ja, best wel cool. Ik vond het in ieder geval echt super leuk. Ik vond het begin wel een beetje spannend. Ik denk, ja, je gaat toch met ja, je dochter, die is 12. Die heeft misschien toch een andere belevingswereld dan dat ik zelf heb. Maar het viel me reuze mee. Dus ik kan het elke vader aanraden om een keer te doen. Alhoewel spannend. En ik vond China ja, ook eigenlijk heel erg relaxed. Ook voor kinderen. Ja, er valt alleen niet echt heel veel te doen. Hier in Shenzhen? Ja. Nou ja, als je het vergelijkt met Hongkong. Hongkong is natuurlijk een van de meest buzzing cities van de wereld. En Shenzhen is gewoon heel nieuw. Alle mensen zijn hier net neergestreken. Het is 30 jaar oud. Er wonen 15 miljoen mensen. Het is natuurlijk best gestoord als je daarover nadenkt. Ja. Maar ik had er heel erg naar mijn zin. Ik heb ook het idee dat mensen hier best wel gelukkig zijn. Ik heb niet het idee dat er armoede is. Of dat mensen heel erg hard moeten werken of dat het unfair is. Nee, ik zie eigenlijk gewoon mensen die net als ons heel relaxed leven en hun ding doen. Oké, nou dat was mijn filosofische overpeinzing. Doei! Nou, we gaan de grens weer over, terug naar Hongkong. En dan gaan we vliegen. En de grens overgaan is hier wel spectaculair, hè? Ja, echt zo groot allemaal. Echt niet normaal, echt super groot. Kan ik misschien een klein stukje laten zien als ik dat doe. Ik weet het een beetje ziet. Maar het is een soort. Alsof je tol betaalt zeg maar, bij een snelweg. Ja. Maar heel groot, echt. Ik vind sowieso, eerlijk gezegd, ben ik echt een beetje stil van hoe enorm deze stad is. Shenzhen is obviously niet iets dat ik geleerd heb op school. En Bibi ook niet. Maar het is een van de 20 grootste steden ter wereld. Het heeft, weet je wel, op 4 na grootste gebouw ter wereld. Er wonen 20 miljoen mensen. Het is echt, ja, best wel iets om een beetje stil van te worden. De Chinezen hebben hier natuurlijk in de afgelopen 40 jaar zoveel gebouwd. En zijn zo snel van het platteland naar de stad getrokken. Dat, om dat dan echt, zeg maar, te zien. Meer filosofieles op. Ja, maar ja, het is wel, weet je wel, het is wel interessant. Belangrijk ook voor Bibi en voor iedereen eigenlijk om te weten hoe groot China op het moment aan het worden is. Oké. Okay. Het is echt heel grappig, want in China werkt Instagram, Snapchat, YouTube, Netflix, werkt allemaal niet. Twitter, Facebook werkt echt allemaal niet. Het is
nu zijn we weer in Hongkong. En werkt het weer. Ik ben echt heel blij. Ik kon het echt niet. Ja, ik moest gisteren dus alleen blijven, want papa moest DJ'en. En ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Dus toen uiteindelijk, het enige wat werkte was NPO gemist. Gewoon waar je Zeb en Joop kan kijken. Dus heb ik dat maar gedaan. Maar ik verveelde me zo erg. Ja, dat maar is jij ook wel. Jij zat alleen maar het nieuws te lezen. I mean, ja, op de hotelkamer moet je toch iets te doen hebben. Nee, maar ik had echt niks te doen. Ik zat gewoon, soms zat ik gewoon naar Chinese tv te kijken. Wat ik totaal niet verstond. We zijn veel te vroeg op het veld. Maar echt veel te vroeg. En we waren echt een kwart voor zeven. Zelfs de... En toen gingen ze pas inchecken. Incheckbalie ging pas open om 19:30. Dus het is nu bijna zeven. Ik ben echt werkelijk waar nog nooit in mijn hele leven zo vroeg op het vliegveld geweest. Wij zijn op het vliegveld. Maar dat is jullie al. En ik heb net even een cadeautje gekocht. Echt super leuk. Leuk cadeautje. En we gaan nu even de koffers ophalen en dan gaan we zo meteen het vliegtuig in. En dan landen. Yay. Wij zitten in het vliegtuig. Hey, hi. Wij zijn mensen, lieve mensen. In Amsterdam. Ja, toch? We landen bijna. Ja. 10 minuutjes nog. Denk je? Ja, en dan gaat Bibi direct naar school. Straight from the plane to school, baby. Ja. En zo doe je dat. Want het is maandagochtend, dus ja, de week begint weer. Wat vond jij het leukst van de afgelopen week? Hongkong is leuk. Alles in Hongkong? Okay. Alles voor mij. Ja. Oké. Okay. Nou, ik hoop dat jullie deze kleine takeover leuk vonden. Ja. Toch? Doei! Goedemorgen, het is vandaag maandag en... Sander is thuis! Sander, I missed you. I missed you. En ik ga nu naar een afspraak toe. En dit is wat ik aan heb vandaag. Deze, shirt is doorschijnend een beetje ziek. Allemaal zakelijke afspraken. Nou ja, dit shirt van Naked, die is uitverkocht. Mocht die er weer zijn, dan laat ik een link hieronder achter mijn Gucci tas. Deze broek van Storm en mijn nieuwe Gucci loafers. Helemaal het spart. Dat doe ik normaal echt nooit. En ik vind dat mijn haar stom zit de laatste tijd. Ik heb net twee afspraken gehad en een vriendje van mij uit Londen is gezellig in Amsterdam. Amelia. Hello, you need to tell me something I can say. Tamara knows one word and it's leuk. Leuk, what does that mean, leuk? Like nice. Leuk, leuk, leuk. Tamara always says leuk when the vlog comes. She's like, oh leuk. Oh leuk, leuk. En we zijn bij de corner. Surprise, surprise. Aan het eten en ja, Sander en Bibi zijn dus thuis en ik ga zo naar Olivia toe. Ik heb trouwens een spraytan gehad en ik zit echt onder de plekken. Dat kan je nu niet zien, maar dat zal ik straks even laten zien. En dan ga ik zo mijn spulletjes pakken, want ik ga morgen naar Londen. Had ik dat eigenlijk al verteld? Volgens mij niet. Ik ga één nachtje naar Londen morgen. En ik ben wel een beetje zenuwachtig, maar niet zo extreem. En ja, dat ga ik doen met Sander voor een samenwerking. Dus dat wordt wel gezellig, denk ik. Olivia één dag gemist, maar dat komt wel goed. Dus dat is het. Ik ben weer thuis. En kijk eens wie er ook is. Hello. Bibi. Bibi heeft heel veel Chinees snoep meegenomen voor mij. En zouden jullie het leuk vinden als we Bibi en ik een Chinees snoep try-out food video opnemen met een Q&A? Zo ja? Doe dan een duimpje omhoog. Dan gaan we dat misschien wel doen, hè, Biebs? Ja. En wat vond jij van Hongkong? Zo leuk. Echt heel erg leuk. Jee. Ja. Ik ben heel moe. Ik ga mijn spullen inpakken zo en koken. En dan... weet ik nog niet. Kijk, wat een matchy-matchy Louis Vuitton situation die hier blijft rollen. Bibi had deze rugtas en mijn koffer geleend voor Hongkong. Dus die ga ik even allebei uitruimen en dan opnieuw inpakken. Ik denk dat ik dit lekker ook allebei meeneem morgen. Zou mijn laptop hierin passen? Ik denk het misschien wel. Zo grappig, dit is een vintage, dus die is meer gebruikt. Zie je echt het verschil tussen dit bruin en dit bruin.
Oh ja, nog een vraag. Ik krijg elke dag allemaal berichten op Instagram over ons behang. En ons behang hebben wij 4-5 jaar geleden gekocht in Zaandam. Bij een winkel die niet meer bestaat. Dus ik wilde het heel graag voor jullie nazoeken. Omdat ik zoveel vragen erover gekregen had. Alleen, ja, dat kan dus niet meer. Maar er is wel heel veel soortgelijk behang. Als je bijvoorbeeld gewoon Leaves wallpaper of zo googelt. Dan kan je denk ik best wel veel vinden. Ik heb best wel vaak trouwens behang besteld van een Engelse website. Die heet wallpaper.com. En daar heb ik ook nooit problemen mee gehad. En daar hebben ze zoveel keuzes. Echt niet normaal. Dus misschien is dat een goede. En er komt net een heel groot pakket binnen van ASOS. Dus die gaan we unboxen. En ik heb deze kettingen net ook gekregen. Deze met de O is van Beats by Romy. Ik ga mijn linkjes posten. En deze twee chokers zijn van My Isabelle. En dan nu de items die ik geshopt heb. Ik heb alles hier naast me liggen. Het eerste is, ik wilde heel graag gewoon twee skinny broeken hebben. En bij ASOS heb je één model. En dat model zit zo goed, want ik hou van high-waisted spijkerbroeken. En dit model, dat heet Ridley. Ik ga alle linkjes dus hieronder posten. En dat is gewoon, hij neemt hem iets blauwer, pakt hij hem op dan dat hij is. Een skinny broek. En een super high-waist. Dus die heb ik gekocht. Ik heb hem in maat 26 en lengte maat 30, want ik ben niet zo lang. Dus ik koop dat alles in een lengte maat 30. Tenminste, niet zo lang. Ik ben 1,70 meter. Dus I guess dat dat gemiddeld is. En het volgende item is een rokje. Een denim rokje. Best wel kort is die en hij is gescheurd. Ik vind hem echt super leuk. En ik draag heel veel rokjes sowieso. Voor in de zomer. Dus ja, misschien moet ik anders zo nog even wat items aantrekken. Zodat jullie het echt goed kunnen zien. Het volgende item is een basic shirt. En het is echt een super zacht stofje dit. En het model is echt zo top. En hij is gewoon roze. En ik lijk nu echt mega bruin. En dit lijkt heel fel, maar het valt mee. Hij is roze en ik heb een maat 36 hiervan. Daar vraagt trouwens altijd heel veel mensen naar welke maat ik heb gekocht. Dus dat. De volgende top is een lichtblauwe top. Die vind ik echt super, super leuk. En die zit zo. Dus je moet eigenlijk een wit shirtje of iets er nog onder. En de mouwtjes zijn echt mega leuk. Die zitten zo. Ik vind deze echt heel leuk. Misschien neem ik deze wel mee naar Londen. Ik dacht als ik dan een high-waisted jeans in heb, dan kan die er zo in. En dan heb ik zo die mouwtjes zo helemaal leuk. En ja. I love it. Ik vind hem echt heel cute deze. En het volgende jurkje. Ja, ik vind alles natuurlijk mega leuk, want ik heb het zelf gekocht. Het volgende jurkje is deze. En die vind ik ook mega leuk. Ik dacht dit is wel grappig. Misschien met zwarte all-stars om aan te trekken. En die heeft een lint om het midden. En die ziet er zo uit. Dus super leuk. Ik weet nog niet wat mijn favoriete item is van wat ik geshopt heb. Het volgende item is een helemaal wit jurkje. Een soort van Ibiza-achtig jurkje vind ik het. Of misschien Griekenland. Die is gewoon zo. En die heeft hele wijde mouwen ook. En ik denk dat die een beetje doorschijnend misschien kan zijn. Maar het is ook leuk om over mijn short of zo nog onder te doen. Dus die basic, maar wel heel leuk. Met allemaal leuke gouden accessoires. Oh, daar gaat het verder goed. Oh ja, deze vind ik ook echt super leuk. Dit is een citroenenbroek. Ik zal even gaan staan. Kunnen jullie hem iets beter zien? Ik heb echt zin om die zo aan te trekken en uit te gaan proberen. Dat is deze broek. En wel omdat ik nu die Gucci loafers heb. En ik heb altijd allemaal enkelbandjes om. Deze zijn van Forever With Everyone. Dacht ik, is dit super leuk om aan te doen. Met gewoon een standaard basic shirtje. Dit is wel een van mijn lievelingsitems, denk ik. Van de alles wat binnen is. En de volgende. Ik wilde heel graag een rood jurkje. Want dat heb ik niet. En toen zag ik deze. Oh, hij lijkt echt, jongens, hij lijkt echt fel oranje. Maar hij is echt niet fel oranje. Ik zal dus inderdaad linken hieronder naar hoe de echte kleur is. Nee, hij pikt hem niet op. Maar hij is echt wat donkerder dan het lijkt. Maar hij zit zo. En dat vind ik ook leuk met blond haar. Zo'n jurkje. Dus, die. En deze is best zwaar trouwens, deze top. Maar ik vind hem echt mega cool. Want ik heb natuurlijk al die vintage Levi broeken. En ik dacht, dit is super cool. Om
boven zo'n vintage spijkerbroek aan te trekken. Dat het nog een beetje glam is. Maar dan wel cool is met een spijkerbroek. Dus dat. En dan, het is best veel. Sorry daarvoor. Het volgende item dat ik heb is deze shorts. Ook high-waisted. En ik vond de kleur mooi. Het is een beetje een zandbeige-achtige kleur. En ik dacht dat is ook wel leuk. Want ik heb voor de rest alleen maar denim shorts. Voor de zomer om te hebben. En dit heb ik in een maat 36. Volgens mij is die best groot. Ja, of niet. Ik weet het niet. Zo moeilijk in te schatten. Ja, dus die. En de volgende top is denk ik wel echt een beetje een love-hate ding. Ik vind hem zelf echt super leuk. Maar misschien jullie niet. Het is zo'n top. Een haltertop. En dan dit. Dit zit zo om je mouwen. Dus dat vind ik mega cool. Dat het zeg maar zo nog helemaal zo wijd zit. En dan zit het op je bovenarm zeg maar. En dan dit zit zo. En ik vind hem echt super leuk op een denim short of een rokje of zo. Dus ja, I love it. Ja, nee, ik denk dat dit mijn favoriete item is van wat ik gekocht heb. Ja. En als laatste van de ASOS bestelling heb ik ook nog een helemaal zwarte skinny. Dezelfde als die andere, die Ridley, ook high-waisted. Gewoon omdat deze broeken zo goed zitten. En ze zijn volgens mij 30, 40 euro. Ik zal even kijken. Maar ik post dus de link ernaar hieronder. Deze heb ik ook in een 26, 30. En ze zitten gewoon echt super goed. Dus dat is natuurlijk heel fijn. Voor de rest heb ik allemaal sieraden gekregen van Beats by Romy en My Isabelle. Die heel leuk zijn. Ik heb van My Isabelle deze gekregen. Die kruisjes, die vind ik echt heel cool. En ik heb, ik weet niet, oh dit is een choker ook, die is ook cool. Ik kan hem even eruit halen. Hoi Sander. Nee, dit zijn een enkelbandjes trouwens. Ook heel leuk. Oh, dit is heel cool, kijk. Dit zijn hele leuke enkelbandjes. I love it. Ook van mij, Isabelle. Wil je ook in de unboxing, Sam? Nee. Oh, wat jammer nou. En dan deze kruisketting. Ook van mij, Isabelle. Ik hoop dat die scherp stelt. Die. En ja, deze twee chokers. Dus daar hoorden deze ook nog bij. En dan van Beats by Romy heb ik die ketting met de O. En deze ketting met een kruisje. En oorbelletjes. En ook een hele, hele leuke choker. Ik wil het liefst nog meer als dit om. Ik vind het echt zo leuk allemaal. Even kijken. Deze met allemaal balletjes. Die vind ik ook heel cool. En dan heb ik nog een zonnebril. Ook van mij, Isabelle. Ik heb al zo'n witte. Ze hebben hem ook in het wit trouwens. Maar ik heb deze zwarte nu. Deze. Vind je deze zonnebril leuk, Sander? Eens van. Ik vind hem wel cool. I like it. Welke? Deze? Ja, kijk cool. Nou, mooi. Dus die? Als je 1960 geboren bent. Ik ben 1960 geboren. En als allerlaatste, dan is het voorbij, jongens. I promise. Heb ik. Oh my god, waar is die charger? Die moet ik ook eigenlijk even laten zien. Uit Hongkong. Die jullie voor mij gekocht hebben. Die is in de slaapkamer toch? Nee. Oh. Volgende vlog. Deze kleur Abu Dhabi van NYX. Amber draagt die altijd. Van LA Sisters. En haar lipstick is altijd zo mooi. En ik pak die altijd van haar. Dus die heb ik nu ook zelf besteld. Ik vind deze kleur echt, I love it. Nou, dit licht is echt verschrikkelijk waar ik in zit. Maar de kleur is heel mooi. Dus that's it. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Hier zien jullie die kleur iets beter trouwens. Die Abu Dhabi kleur. En ik sta nu in iets beter licht dan net. En de vlog is alweer veel te lang, denk ik. Ik wilde eigenlijk ook nog die items even aandoen en dat laten zien. Maar dan moeten jullie maar mijn Instagram en YouTube gewoon in de gaten houden. Dan zal ik het wel laten zien dat ik ze draag. Ja. Want ik ga de vlog nu afsluiten voor deze week. En ik ga mijn spulletjes inpakken en naar Londen. En dat ga ik natuurlijk ook vloggen.
Dus heel erg bedankt voor het kijken allemaal. Als jullie deze vlog leuk vonden, subscribe dan hier of hier of hier of daar. I don't know. En dan zie ik jullie zondag weer.